Op vrijdag 15 mei gaan de scholen weer open. Ook wij nemen nu al heel wat voorzorgsmaatregelen. Ben je ziek of heb je koorts? Blijf dan thuis. Zit je in leergroep 5, dan moet je een mondmasker dragen. Heb je er zelf geen, dan krijg je er een van ons. Ook ouders die hun kinderen naar school brengen, moeten tijdens het wachten in de rij een mondmasker dragen. Ouders moeten hier zelf voor zorgen. Gebruik je een herbruikbaar masker? Was dit dan dagelijks? Dit kan in de wasmachine of in een kookpot met kokend water. Ouders hebben geen toegang tot de school. Kinderen met ouder wachten op het voetpad langs de schoolgevel, de buitenkant van de turnzaal. Wacht steeds achter de lijn en houdt afstand. Kinderen die alleen naar school komen wachten aan de overkant van de straat. Een gemachtigd opzichter laat de kinderen één voor één oversteken. Wacht tot meester Arne zegt dat je naar binnen mag gaan. De schoolpoort opent om 8 uur. Wij meten je temperatuur wanneer je binnenkomt op school met een contactloze thermometer. Is je temperatuur te hoog, dan moet je terug mee met je mama of papa naar huis. Leerroep 3 en leerroep 5 hebben een aparte ingang. Je gaat onmiddellijk naar je klas. Jouw klasleerkracht wacht daar op jou. Elke ochtend zal je bij het binnenkomen op school je handen moeten ontsmetten. Elke ochtend en tijdens elke speeltijd was je je handen op de speelplaats. Wacht rustig je beurt af en hou anderhalve meter afstand. Denk eraan om overdag je handen ook regelmatig te wassen. Gebruik zeep en was ze minstens één minuut. Zorg dat elk plekje op je hand proper is. Let erop dat je steeds de kraan dichtdraait met een doekje. Vooral eer je je handen afdroogt. Houd in alle tijden anderhalve meter afstand om besmetting te voorkomen. Hoesten en niezen doe je best in je elleboog wanneer je geen doekje hebt. Rijd geen bus, er zijn geen lessen levensbeschouwing. Er zijn geen warme maaltijden. Breng je lunchpakket en je eigen drinkfles mee. In de klas worden alle tafels ontsmet voor we beginnen te eten. Jullie zien dat alle klassen heel leeg zijn. Dit is zodat alles grondig gepoetst kan worden. Het kan zijn dat je soms les hebt in een andere klas. Dit is omdat de klassen dan regelmatig gepoetst kunnen worden. Het is niet toegestaan om buiten de speeltijden naar het toilet te gaan, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden. Wanneer je doorspoelt, sluit dan zeker het Teksel. We kijken er naar uit om je terug te zien.